Als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. In de Prinsenkerk in Rotterdam-Noord is een stadsklooster opgericht. Meerdere keren per week kan je er terecht om stil te zijn, te bidden en even te ontsnappen van de drukte in de stad. We willen nu bidden voor de wereld, de stad en onszelf. De basis zijn drie gebedsmomenten. Een middaggebed op maandag, een avondgebed op woensdagavond en een ochtendgebed op vrijdag. En dan is er gewoon ruimte voor stilte, een bijbellezing, een gebed, een korte bijeenkomst van zo'n half uur. En daaromheen is er wat een spin-off met stilte, retretes. Ja, het doel van het stadsklooster is, we zijn continu bezig en druk. En als we dat niet zijn, dan proberen we zoveel mogelijk te genieten en te consumeren. En het stadsklooster probeert dat in feite te ontstijgen en mogelijkheden te bieden tot een diepere rust en bezinning. Aan het begin, op het midden of aan het einde van een weekdag. En ik zelf bezoek vaak de getijdige gebeden op vrijdagochtend. Dus een moment van een half uur, waarin we stil zijn, waarin we bidden, waarin we lezen. Daarna drinken we vaak nog wat koffie en dan springen we de trein naar werk. Dat is heel mooi om te doen met stadsgenoten. En die groep kan wat mij betreft niet groot genoeg zijn. Ik zou u om een gunst willen vragen voor iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Ja, in een klooster heb je toch altijd de rust, de regelmaat. Wat je in het dagelijks leven natuurlijk niet hebt, echt. Je wordt altijd wel gestoord door andere dingen die je moet. En in het klooster heb je echt het idee dat je gewoon lekker op jezelf de dingen kan doen, op je eigen tijd de rust hebt. Je wordt niet gestoord door enige nieuws of onrust van de stad. Dus dat is gewoon heerlijk.